Ik ben vandaag bij Meet & Greet XL Digital Society. Er zijn verschillende lezingen, maar er zijn ook speeddates waar mensen verschillende nieuwe technologieën met elkaar kunnen uitwisselen, ideeën erover en misschien is er wel een match. We gaan even kijken. ...50.000 studenten, meer dan 200 bedrijven en allemaal komen ze elkaar tegen op de campus Groningen. Komende weken gaan wij op zoek naar die plek op de campus waarvan alles te beleven is. Digital Society, hoe zou je dat in het Nederlands beschrijven? Ja, digitale samenleving. En in feite waar we dus met elkaar naar kijken is, wat betekent een digitale samenleving? We weten allemaal dat er ontzettend veel data is, dat we met social media heel makkelijk contact kunnen hebben, dat er websites zijn. Maar het betekent ook van, ja, hoe maak je jezelf nou digitaal weerbaar op het moment dat je koelkast op het internet gaat. Het gaat om een bedrijf wat wil gaan ondernemen digitaal. Nou, al dit soort facetten maken dat eigenlijk helemaal door alles wat in onze maatschappij gebeurt, speelt digitalisering een rol. Waar we het vandaag over hebben is, hoe kunnen we door elkaar te ontmoeten, door met elkaar in gesprek te gaan, eigenlijk identificeren waar zitten de kansen, waar zitten de uitdagingen en hoe kunnen we daar in specifieke toepassingen, bijvoorbeeld de zorg, de energie, met elkaar nieuwe oplossingen gaan werken. Waarvoor is het zo belangrijk dat de RUG dit organiseert? Want ik denk, ja, dit kan je toch ook gewoon wel vinden op LinkedIn van, hey, ik stuur een berichtje, klaar. Dat kan natuurlijk altijd, maar wij hebben gemerkt dat door met elkaar het gesprek aan te gaan, gewoon ook de deuren open te zetten, te vertellen wat er gebeurt, maar ook anderen te laten vertellen wat inspireert. En dan door elkaar te ontmoeten en te begroeten en het gesprek aan te gaan, daar komt de meet and greet vandaan. Real life is gewoon, werkt nog het beste. Real life werkt ontzettend goed. En we zien dat in kleinere bijeenkomsten, we zeiden we gaan een XL-versie doen, want er zijn zoveel mensen die hier iets mee willen. Wat zijn nog hidden gems waar we nog iets aan kunnen doen? Ja, waar zit onze gezamenlijke kracht? Wat gaat dat, hè? Waarom zouden we dat willen? En wie vinden nu elkaar om daar daadwerkelijk in te gaan acteren? En daar hebben we de speeddates voor zo meteen. Wat is nou een goede vraag tijdens een speeddate? Ja, een goede vraag tijdens een speeddate is denk ik van, hey, wat zie jij nou voor iets op je afkomen? Waar je denkt, ja, maar daar heb ik nog geen kennis voor. En dan met de onderzoeker in het gesprek te gaan van, is die kennis er al wel of is die kennis er nog niet? En is het dan iets wat we met elkaar zouden moeten of willen gaan ontwikkelen? Ja. En hopelijk komt daar een heleboel energie vrij. En dat we met elkaar door inspiratie op allerlei nieuwe ideeën komen. Marco, je bent vandaag bij de Meet & Greet XL Digital Society. Maar waarom ben je daar? Omdat ik graag wil zien wat de RUG allemaal in haar rol doet richting bedrijfsleven, richting de regionale omgeving, als het gaat om de digitale society. Ja, kan je eens uitleggen wat digitale society, digitale omgeving, maatschappij, wat dat nou is? Ja, daar kan ik eindeloos over praten, want ik ben nergens anders mee bezig dan hier in de regio het digitale ecosysteem te versterken. Het is feitelijk alles waarin je over de grenzen van je organisaties heen met elkaar samenwerkt. Die hebben het over samenwerking tussen ondernemers, dus het bedrijfsleven, onderwijs en overheid, de drie O's. Het is heel leuk dat de RUG dit organiseert en dat je zo geïnspireerd bent, maar heb je nog een tip voor ze? Wat ze nou met al deze info moeten doen? Ja, nou, ik vind het een rijkdom aan informatie, patenten en projecten. Dus er gebeurt onvoorstelbaar veel. En ik zou de RUG ook willen adviseren om misschien af en toe eens nog wat vaker de markt op te zoeken. Om te kijken of een aantal van dit soort concepten zich lenen om de markt op te brengen in de vorm van een start-up. En daar zijn heel veel partijen in geïnteresseerd om daar een aantal stappen verder mee te zetten. Genoeg helpende handen hier in de regio. Er zijn ondernemers, er zijn fondsen, er is geld, er is hun eigen organisatie Venture Lab die ze daar graag verder bij helpt. Oké, nou, goede tip. Heb je een goede date gehad? Ik heb net een hele goede date gehad, ja. Ja? Met iemand van het ministerie van Economische Zaken. En dat is het leuke van speeddate, mensen die je niet kent en toch wel weer leuke dingen naar voren komen. En
wat nou een tip voor als je hier aan het speedbeten bent? Hoe haal je er alles uit? Ik denk interesse en kijken waar de gemeenschappelijke interesse ligt met name. Hè? Wat kun je samen doen? Nou, we hebben hier net gepraat en een aantal dingen benoemd waarvan we denken van, nou, kunnen we misschien iets samen doen. Dat is misschien interessant. Dus het was echt een goede match? Goede match, ja. Dankjewel. Op naar de tweede speeddate ronde, hè? Want meerdere gegadigden. Volgende ronde. Sorry, jongens, jullie moeten naar de volgende ronde. Sorry, volgende ronde.